Wat hebben een Syrisch vluchtelingengezin en een windmolenpark met Echel te maken? We praten erover met Patrick van het Hoofd en Adrie van Oerle. Dit is de PNM Zomertour. Welkom terug bij Wijnerij de Beleving in Echel. Dit is de PNM Zomertour, het zomerprogramma van Omroep PNM, waarbij we langs iedere dorpskern toeren om met dorpsbewoners te praten die mooie initiatieven hebben en het dorp een stukje levendiger maken. Vandaag aan tafel zit Patrick van het Hoofd. Patrick, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent onlangs verhuisd naar Echel. Mm-hmm. Vertel, waarom? Vanuit Panningen naar Echel, dus dat is geen wereldverhuizing, maar toch de moeite waard, want Echel heeft veel te bieden, onder andere een mooi huis met een heel mooi uitzicht. En verder is het lekker dicht bij Panningen, dat is ook een mooi voordeel. Dus die dringen samen maakte mij heel gelukkig in Echel, sinds een jaar ongeveer. Een jaar. Ja. En toen jij hier ging wonen, toen kwam je erachter dat er nog een gezin naar Echel was gekomen. Ja, dat was heel toevallig. Ik woon daar nou sinds augustus vorig jaar. En ik vond het leuk om een beetje betrokken te zijn bij het dorp. Dus ik ging eens luisteren bij het dorpsoverleg, wat we daar zoal bespreken. En toen hoorde ik dat min of meer gelijk met mij een Syrisch vluchtelingengezin bij mij in de straat, notabene, de Jacobusstraat, was komen wonen. En ik hoorde ook dat degene die voor de website van Echel, die hebben een eigen website, die wel eens interviews deed, dat die ermee gestopt was. Nou, ik heb een journalistieke achtergrond en ik ben, laat ik zeggen, gezond nieuwsgierig naar zo'n Syrisch gezin. Dus ik zei van, nou, ik ga er wel eens naartoe en ik ga er wel eens een interview mee maken en die mensen een beetje voorstellen aan hun nieuwe dorp. Dus ik ben daar aan toe geweest en ik heb een interview gemaakt met hun en een fotootje erbij. En gepubliceerd op de website van Echel en op de Facebookpagina. En dat bleek enorm goed te vallen, want binnen de kortste keren waren er 50 likes of 60 likes, wat voor Echel natuurlijk heel veel is. Hè? Vergis je niet, ik bedoel, 50 is echt veel in Echel. En het sloeg heel goed aan. Ik merkte ook bij die mensen zelf, na dat interview en nadat het gepubliceerd was, dat ze reacties kregen. Dat mensen die voordien zeg maar alleen maar zagen dat er nieuwe mensen waren, waar ze niet tegen durfden te praten, dat die nou eens een keer een hallo zei of een knikje gaven of zo van, hé, ik heb het gelezen, weet je wel. Dus het effect van het interview was dat die mensen net weer een stukje dichter bij de bevolking kwamen en een klein begintje gemaakt kon worden met integratie. En dat vond ik een ontzettend leuk effect van iets wat ik uit mezelf wilde doen. Ja. Ja. En dat Syrische vluchtelingengezin, stonden zij er zelf ook direct voor open? Nou, eerst moest je uitleggen wat je kwam doen. Dat is al een moeilijk concept voor mensen die net zeg maar daar wonen en net zeg maar uit zo'n land, Syrië, hier naartoe zijn gekomen. Overigens, het gaat om een heel klein gezin, vader, moeder en één jongetje van 5. Heel overzichtelijk dus. Dus nadat ik een beetje had duidelijk gemaakt, tenminste ik dacht dat het ongeveer duidelijk was, wat ik wilde doen, was ik welkom om daar terug te komen. En kon ik daar dus met veel moeite, want ze spreken ook geen Engels. En in Nederlands is het nog heel beperkt. Dus met veel moeite en met veel dingen herhalen, handen en voeten, heb ik toch een verhaal kunnen maken. Zodat de mensen een beetje voorgesteld worden aan hun eigen buurt. Hè? Want dat is het leuke ervan. Je kunt zo'n verhaal publiceren bij een spreken in Hallo Pelemaas, voor heel Pelemaas. Maar het is juist de bedoeling dat de mensen in hun eigen buurt, op de hoek zeg maar, dat die het lezen. Want daar hebben de mensen mee te maken. Daar moeten ze aan voorgesteld worden. En dat effect heeft het wel gehad. Dat vond ik echt leuk. Ja. En je was neem ik aan ook benieuwd naar het verhaal waarom ze gevlucht zijn. Ja, ook. Maar tegelijkertijd denk ik van, ik wil er niet te veel van weten. En natuurlijk, zij wonen in Damascus. Daar is veel geweld. Maar dat wil ik niet te veel oprakelen. Dat geloof ik verder wel, zal ik maar zeggen. Ze zijn nu hier. En nu moeten we allemaal samen het beste ervan maken. Ik zeg ook altijd tegen mensen, je moet het loszien van wat je zelf vindt over of Nederland te veel vluchtelingen neemt of niet. Deze mensen zijn er nu. En dan is het in ons belang en in hun belang, maar ook in ons belang, om er het beste van te maken. Want als je die mensen niet integreert, hebben ze straks een nog veel groter probleem. Dus los van de politiek,
met al die mensen die nu hier zijn, moeten we het gewoon goed zien te vinden. Dus vandaar dat ik zo'n dingen doe. Ja. Je stipt het eigenlijk al aan, de vluchtelingenproblematiek, immigratie, het maakt altijd veel emoties los, er is veel kritiek op. Snap je dat? In het algemeen bedoel je? Ja. Daar kan ik iets bij voorstellen, ja. Ik bedoel, als mensen in een achterstandswijk ook eens een keer heel veel mensen krijgen en een cultuur die niet 1, 2, 3 aansluit bij de onze, dat mensen zich daar onzekerder voelen, dat kan ik me best voorstellen, ja. Maar goed, dat is een hele wijdse discussie. Daar wil ik dus ook buiten blijven, juist om de reden die ik net zei. Ze zijn nu hier. Dus we moeten er het beste van maken samen. Ja. En wat waren de reacties in Echo die je kreeg? Nou ja, leuk dus, positief. Hè. Goed gedaan. Leuk dat we die mensen nu eens een beetje leren kennen. We kunnen dus een keer een eerste contact maken. Omdat we al iets meer van die mensen weten. En nogmaals, het zal heel moeilijk blijven. Want de taal is ontzettend moeilijk. Ik zeg al, ze spreken geen Engels. Dus ze moeten vanuit Arabisch, niet met Engels als tussentaal, maar vanuit Arabisch moeten ze Nederlands leren. Dat is ontzettend moeilijk. En daarom zei ik ook altijd, die mensen hebben ook een soort taalmaatje nodig. Iemand uit Echel liefst, die er gewoon regelmatig eens naartoe komt. Het zijn hele leuke mensen, open mensen, dankbare mensen. Het is ook interessant. Ik ga er zelf ook nog vaker naartoe. Het was niet de ene keer, ik ben er vandaag nog geweest. Maar die mensen hebben echt iemand nodig die structureel, een paar keer per week, rustig met ze gaat zitten. Langzaam Nederlands praat, niet te moeilijke woorden. En gewoon die mensen zoveel mogelijk Nederlands laat praten. Want anders blijven ze te lang heel, heel beperkt in het Nederlands. En dat is zonde. Dus je hebt nog steeds contact met het gezin? Ja, regelmatig. Ja. Okay. En neem je dan ook die rol op je die je net beschrijft? Ja, ik kan er niet vaak genoeg komen, maar als ik er ben, ik ben ook een beetje leraar, zal ik maar zeggen, dan ben ik ook wel geneigd om een beetje, echt een beetje Nederlandse les, op een beetje ludieke manier natuurlijk, met grapjes en zo, maar ik ben wel bewust van het feit dat ik op een bepaalde manier moet praten en dat ze het verstaan en af en toe een paar woordjes, een beetje spelletjes ermee spelen en zo. Daar staan ze open voor, hartstikke leuk. Het zijn leuke mensen. Ja. Ja. Dus je hebt nu een interview gedaan, dat is goed gevallen. En nu, ga je ermee door? Ja, nou dat bracht me op een idee. Ik ben journalist, onder andere. Ik ben ook reisleider, ik ben leraar van alles en nog wat. Maar onder andere ook journalist. En toen ik merkte dat het zo goed werkte in Echel, een eerste stapje naar integratie, dacht ik van dat zou je eigenlijk overal moeten doen. Eigenlijk een heel pelemaas. We zijn alle dorpen komen naar Syrische statushouders, die nog geen woord Nederlands spreken, totaal niet geïntegreerd zijn, die mensen in de buurt wel zien lopen, maar nog niet mee durven praten, want ja, hoe benader je die mensen? Weet je wel, een beetje moeilijk altijd. Als je dat soort interviewtjes, ook in andere dorpen of in de website van een buurt, zou ik maar zeggen, echt heel dichtbij kunt publiceren, dan verwacht je dus eenzelfde prettig effect. Dat mensen die mensen een klein beetje leren kennen, dat een eerste stapje naar toenadering via zo'n publicatie, heel simpel, toch gezet is. En dat is gewoon een eerste stapje op weg naar iets wat moet gebeuren. Want we moeten erbij betrekken. Dus bent nu op zoek naar nieuwe? Nou ja, ik heb dat plantje aangemeld. Ik ben ook journalist. Bij mij moet de schoorsteen ook roken. Ik heb dat plantje aangemeld bij de gemeente, die ook natuurlijk inspanningen willen verrichten om de nieuwkomers te integreren. En die hebben gezegd, dat is een goed idee. Dus ik ben nou net begonnen. Ik ben van de week nog bij een Syrische familie in Kessel geweest, om datzelfde te doen voor de buurt waar zij wonen. En ik heb overleg gehad met de dorpsoverleggen. En die staan er ook open voor. Dus die zal ik binnenkort ook weer een keer benaderen. Zo van, oké, het plan gaat door. Help me aan een pas gearriveerd vluchtelingengezin. Hoeft niet per se Syrisch te zijn, hoor. Dat kan ook een Soedanees zijn of wat dan ook. Waar ik ook zo'n gesprek mee kan hebben, dat ik kan publiceren in de buurt of in het dorp. Zo dicht bij die mensen als mogelijk. Zodat zeg maar, de straat waar ze wonen en de straten eromheen, die mensen alvast een beetje leren kennen. En ja, ik ben blij dat ik het kan doen. Ik bedoel, het is heel nuttig werk. Okay. En leuk werk trouwens ook. Ja, wanneer is een interview voor jou geslaagd? Wanneer het geslaagd is? Als de mensen zich een beetje open durven stellen en verder. De bewoners bedoel je dan? Ja, precies. Ja, de bewoners voor het dorp, precies. Maar ook de mensen zelf, hè, die ik interview. Maar die hebben er natuurlijk ook wel alle belang bij om dat te doen. Niet dat ik, nogmaals, ik ga niet graven in het verleden. De mensen zijn hier. Het gaat meer over wie zijn ze. En een klein beetje over een achtergrond natuurlijk ook. Tuurlijk, ja. Duidelijk. We vragen iedereen om ook een souvenirje mee te nemen. Ja. Dat te maken heeft met het interview. Ja. Wat heb je voor ons meegenomen? Je zult denken, merkwaardig. Kijk, een DVD van Bassie en Adriaan. Nou ja, wat zou de link nou kunnen zijn met die Syrische familie? Nou, toen ik daar de eerste keer was, zoontje was er ook van 4, inmiddels is hij pas jarig geweest, 5 inmiddels. Johnny heet hij. Makkelijk, hè, makkelijke naam. Toen vroeg ik zo aan Johnny, want die praat al heel goed Nederlands. Hè. Die zit op school bij mij naast in Echel. Als ik buiten kom, er is speelkwartier, dan hoor ik constant Johnny, Johnny. Dus die is hartstikke populair.
En toen bleek dat Bassie en Adriaan zijn favoriete programma was. Kijk. Ik denk, dat komt wel goed met Johnny. De ouders is lastiger vanwege de taal, maar Johnny praat goed Nederlands. En die vindt Bassie en Adriaan leuk. Dus dat komt wel helemaal goed. Dus dit is Johnny, hartstikke leuke krullenbol. Dit is hem. Dag Johnny. En nou ja, goed, als illustratie van met de jongste generatie komt het wel goed. En de ouders, daar moeten we nog gewoon heel hard mee aan de slag. Ja. Mooi verhaal, Patrick. Dankjewel. Dankjewel voor je interview. Graag gedaan. Wij gaan door naar Harry Jacobs van de kunstroute PLMA's. We staan hier bij de basisschool De Kemp. Mooi tussen de belevingstuin van de school. En aan de andere kant een fraai kunstwerk van Lo van der Linden. Ik noem het fraai, want hoe kunstig is het om wat anderen oud vuil noemen, om dat te verwerken tot een zogeheten vliegend paard. Hij gebruikte oude landbouwwerktuigen en maakte daar dit beeld van. Het is een onderdeel geweest van een project dat in 1991 in de toenmalige gemeente Helden tot stand kwam. Het zogenaamde beeldensymposium. De gemeente had toen het idee om kunst dichter bij de mensen te brengen. Daartoe werd in het centrum van Helden een enorme tent opgezet waar een vijftal kunstenaars een week lang werkten aan een beeld dat in de gemeente naderhand geplaatst zou worden. Nou, Lo van der Linden was een van die mensen en die had de opdracht om iets te maken dat geschikt was voor de kern Echel. Nou, hij liet zich uiteraard inspireren door de agrarische achtergrond van die gemeente en maakte dit vliegend paard. Wij praten door over de plannen voor een nieuw windmolenpark in Echel. Aan tafel is aangeschoven Adrie van Oerle. Van harte welkom. Graag, ja, mooi. Jij bent een van de drie initiatiefnemers, als ik het goed heb. Ten dele. Het gaat iets breder. Uiteindelijk is het een initiatief wat in 2002 ooit is opgepakt door drie initiatiefnemers. Zijn de agrarische ondernemers in Echel, of het begin van Echel en Panningen moet ik zeggen. En uiteindelijk is het zo dat een dergelijk project vraagt een enorme voorbereidingstijd. Veel overleg met de omgeving en ook veel expertise, omdat de omgeving in de communicatie, dat betekent dat er gewoon heel veel tijd ingestoken moet worden, wat gewoon veel geld kost. En onderzoeken om een project goed op de rit te krijgen. En dat betekent dat we de initiatiefgroep hebben uitgebreid met een partij als Speelenergie, de lokale energiecoöperatie, die een hele belangrijke rol speelt in het verdere, de afzet van de lokale energie, om het zo maar te zeggen, maar ook op het lokaal ophalen van financiering. En daarnaast hebben we een partij als Green Trust, en dat is een projectontwikkelaar op het gebied van windturbines, waarvan een van de mensen woont in Mijl. Dus dat is ook een initiatief wat gesteund wordt vanuit PLMA, of tenminste vanuit Mijl. En dan daarnaast zijn we vanuit ons bedrijf als adviesbureau betrokken, als Amans adviesgroep, omdat we al lang bij dit initiatief betrokken zijn, bij die boeren betrokken zijn eigenlijk, zeg maar. Oké. Veel bedrijven die daar
of organisaties die erbij betrokken zijn. Ja. Er staan al een aantal windmolens in Echel. Wat zijn de nieuwe plannen? Nou, de windmolens die er staan, staan net aan de andere kant van het grondgebied van Peel en Maas. Dus die staan in Leudal. En de plannen voor het windpark Echelse Heide, die liggen aan deze kant dus van het Neerskanaal. Net ten zuiden van de Haanbergweg en dan in de richting van Beringen eigenlijk, zeg maar. En de ontwikkeling is dat de windturbines verder uit elkaar moeten liggen. Dat heeft met heel veel eisen te maken. Er zijn allerlei onderzoeken die daarbij een rol spelen, van flora en fauna, geluid, slag, schaduw, radar. Nou, al dat soort componenten die spelen een rol bij de locatiebepaling van de windturbines. En, dus het is ook belangrijk dat je het gebied dat je dat breed kunt verkennen en dat je daar breed ja, ook het, de steun hebt van grondeigenaren, van woningeigenaren en dergelijke. En al die contacten moeten ook, ja, wat dat betreft, de afspraken die gemaakt moeten worden, ja, die moeten daarbij ook ja, scherp en duidelijk op papier komen met de betrokken partijen. En uiteindelijk is het zo dus dat de lijn nu met 5 turbines een lengte heeft van om en nabij de, moet ik even zeggen, 4 keer, 3 keer, iets van 2500 tot 3 kilometer. Dus eigenlijk loopt over het grondgebied van Echelpanning richting Beringen. Oké. Okay. En waarom is het belangrijk dat die windmolens er komen? Nou, belangrijk is dat we hebben een, met z'n allen, en de nationale overheid voorop, heeft een doelstelling om 20% duurzame energie in 2020 was het oorspronkelijk, bijgesteld naar 16% en naar 14%. Nou, als we weten dat we erop ergens op 5-6% zitten op dit moment, dan betekent dat we een hele stap te gaan hebben. Die opdracht van de nationale overheid is vertaald naar de provincie ook. En de provincie Limburg heeft een opdracht van 95,5 megawatt duurzame energie met windturbines opgewekt in 2020. En de enige windturbines die op dit moment in Limburg staan, staan dus in de gemeente Leudal. Dat zijn de 5 turbines die aan de andere zijde van het afvaardigingskanaal staan. En dat betekent dat er ergens nog in de orde van grootte dat er 25 tot 35 windturbines bij moeten komen. En dit is het eerste project na dat van Neer, om het zo maar eens te zeggen, wat zover voorbereid is en doorontwikkeld is, dat het de vergunningfase in gaat. Want op 16 maart jongstleden is de omgevingsvergunning aangevraagd. Oké. Dus het zou ons helpen om energie-neutraal te worden in Peel en Maas? Nou, heel sterk zelfs. Want ja, ik bedoel, zonnepanelen en eigenlijk alle initiatieven die we samen doen met aardwarmte en geotechniek. En ik bedoel, we kunnen het niet opnoemen. Het is allemaal hartstikke belangrijk om juist van die 5-6%, het slechtste jongetje van de klas in Europa zou ik bijna willen zeggen, dus naar die 20% toe te werken. En met het windpark Echelse Heide betekent het dat we voor de lokale, en dan moet ik het zo zeggen, voor de gemeente Peel en Maas, van het particulier stroomverbruik leveren 75 tot 80% van stroom. En dat is dan ja, dat is echt een hele stap voorwaarts in het verduurzamen van de gemeente Peel en Maas. En spreekwoordelijk zegt een van de partijen Peel Energie, die zeggen wel eens van we moeten spreekwoordelijk dadelijk een keer de leidingen rondom de gemeente moeten we door kunnen steken. Omdat nou ja, in dit opzicht hebben we met het windpark in ieder geval een goede stap in die richting. Oké. En toch zijn de windmolens er nog niet. Wat zijn er allemaal voor problemen? Nou, uiteindelijk is het zo dat een windpark is een heel complex verhaal. Eigenlijk is het allerbelangrijkste, is dat, en daar hoort het woord communicatie bij. En waar hoort dat niet bij, zou ik bijna willen zeggen. Maar het is ontzettend belangrijk dat de omgeving heeft te maken met zo'n initiatief. En het ontstijgt het landschap, dus wat dat betreft zijn ze ook nadrukkelijk in het landschap aanwezig. En je kunt, ja, de duurzaamheid is uiteindelijk hetgeen waar het om gaat. Maar aan de andere kant zijn er ook gewoon bezwaren. Het brengt ook ja, zaken mee die we liever niet hadden. Nou, en die, eigenlijk kunnen we die, zijn er 3. En dat is de zichtbaarheid. Nou, daar kunnen we over discussiëren, wel of niet mooi. De ene vindt ze wel mooi. Landschapsvervuiling. Ja, landschapshorizon. Nou ja, goed, inderdaad. Daar kun je over discussiëren. Maar ja, dat is een persoonlijke opvatting uiteraard. Maar belangrijk zijn daarnaast overlast vanwege slagschaduw en vanwege geluid. En daar heb je met de wettelijke normen te maken. En ondanks dat de plan ruimschoots aan de wettelijke normen zal voldoen, betekent het toch dat mensen die er net iets verder vandaan wonen, waar die normen dus wel ruim genoeg voor zijn, dat die toch het gevoel hebben dat dat voor hun hinder zou op kunnen leveren. En dat kan ik me ook goed voorstellen wat dat betreft uiteraard. Ja. Dus wat we proberen te doen, en dat is denk ik heel belangrijk, we hebben een definitie gemaakt van het projectgebied. Nou, dat is een bepaalde zone rondom de windturbines met een bepaalde afstand. Daar heb je punt 1 te maken met degene die het opstalrecht moeten verlenen waar de turbine komt te staan. Je hebt een zone waar de turbines met de wieken overheen draaien, het overdraaigebied. En dan hebben we nog een groter projectgebied gedefinieerd waar ruimschoots die normen van wettelijke regels wordt voldaan. Maar daarbuiten hebben we de projectomgeving. En die projectomgeving die kunnen we definiëren als een gedeelte
gedeelte van de gemeente Peel en Maas en Leudalen in feite. En dat zijn kerkdorpen als Echel, als Panningen, als Beringen. Dat zijn de kerkdorpen die er echt letterlijk op uitkijken. En daar zijn we dus met een parkfonds bezig. En dat betekent dat wij vanuit de omzet van een turbine jaarlijks een vast bedrag in een parkfonds willen storten. Daar zijn wettelijke regels voor. En uiteindelijk is het zo dat wij twee keer de Nederlandse Windenergie Associatie, die heeft een norm van 45 tot 50 cent per eenheid. En we hebben in ieder geval een afspraak met de omgeving. En ja, dat is in het dorpsoverleg echt geweest. Dat is ook in het overleg met Beringen geweest. De hele grote klankbordgroep, daar hebben we aangegeven, wij gaan in principe op basis van de huidige criteria kunnen we eraan voldoen, is dat we een euro per jaar in het fonds gaan doen. Dus dan praat je over 40.000 tot 50.000 euro per jaar, wat in een parkfonds komt, waaruit initiatieven uit de omgeving gesteund kunnen worden. En de bedoeling is dat daar niet plat geld uit weggegeven wordt, om het zo maar te zeggen, maar dat we daar weer andere projecten mee verduurzamen. En dan kun je denken ook aan sociale duurzaamheid. Dus de gemeenschapshuizen en de kleine kernen kunnen een rol spelen. Of de kerk. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt van nou, een van de prioriteiten is bijvoorbeeld snel internet in het buitengebied. Dus dat is de insteek van het parkfonds. Oké. Allerlei initiatieven dus om te zorgen dat het project verder komt. Ja, absoluut. Ja. En hoe gaat het traject er voor de komende jaren uitzien? Wanneer verwacht je dat de windmolens er staan? Ja, nou, als je me dat 3 jaar geleden had gevraagd, dan had ik een planning gemaakt die nu niet uitgekomen was waarschijnlijk. Nou ja, maar dat heeft te maken met allerlei technische facetten waar je tegenaan loopt. En uiteindelijk kun je toch ook niet harder lopen dan dat de omgeving zeg maar het ook mee gaat accepteren. We hebben de vergunningaanvraag ingediend. Dat is een heel belangrijke stap. Daar heb je dus een procedure doorlopen. En wat bij ons ook weer belangrijk is, is dat we als we de stukken voor besluitvorming voorleggen, dat we willen dat het gewoon ook helemaal goed klopt. Dat betekent dat we op dit moment met de afronding zijn, bezig zijn van de stukken die daarbij horen. Dat betekent, zoals het er nu naar uitziet, dat we op korte termijn, binnen enkele weken, vanuit de gemeente te horen krijgen dat wij voldoen aan het beleid. De gemeente heeft, want de gemeente Peel en Maas gaat echt voorop op het gebied van duurzaamheid en zeker ook over het ontwikkelen van beleid op dat gebied. En dat doet ze ook met een aantal andere gemeenten samen en met de provincie. En ik denk dat we daar best trots op mogen zijn. Uiteindelijk is het zo dat het beleid staat vast. De plannen die er liggen, die worden getoetst. En uiteindelijk is te verwachten dat we over 2 weken daar groen licht op gaan krijgen. En dat betekent dat dan de formele termijnen van de procedure verder gaan lopen. En dat we in het najaar van 2017 dus de vergunning kunnen krijgen. En we hadden gehoopt, er zit nog een klein kansje in, dat we dit najaar de subsidie aan zouden kunnen vragen. Want daar hebben we een vergunning voor nodig. Nou, zoals het er nu naar uitziet, is die kans nog aanwezig. En ja, daar willen we ook voor gaan. Want de kans is dat de subsidie omlaag gaat. En dan is het profijt voor die omgeving, voor de parkfonds, et cetera, wordt dan ook weer lager. Dus, maar we doen ons best. En voorjaar 2018 altijd even ervan uitgaande dat we dan de vergunning zouden kunnen hebben met de SDE-beschikking. En dan wordt het eind 18, begin 19 dat we kunnen gaan bouwen. Dit ja. Schot in de zak. Ja, absoluut ja. Als je dat terugkijkt in de tijd van 2002 tot nu toe, dan zitten we nu wel in een periode waarin de versnellingen optreden, ja. Oké. Dan ben ik benieuwd wat jij van souvenir hebt meegenomen voor ons. Ja, dat kan maar één ding, hè. Ik bedoel, ze zijn landschap ontstijgend, maar je hebt van die modellen, die zijn gewoon heel klein. En die zijn denk ik best heel mooi om als symbool hier neer te zetten. Ja. En uiteindelijk zien ze er in grote lijnen allemaal hetzelfde uit. Dus wat dat betreft, een turbine die wordt gekenmerkt door zijn mast en zijn 3 wieken. Als je echt naar de details gaat kijken, dan komen steeds weer verfijnde technieken in. Dat betekent ook dat we voor de omgeving minder overlast bezorgen, stillere molens en dat soort zaken. Maar dit is symbolisch in ieder geval de windpark Echelsheide. We gaan er voorzichtig in de koffer doen. Oké, prima. Dankjewel voor het interview, Adrie. Graag gedaan. En jullie bedankt voor de tijd. Maandag is Pascal er weer, dan vanuit Kesselwijk. Tot dan.